Hallo iedereen, ik ben Jesse. Ik ben Nes. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigation... Armstrong, is er ook nog iemand dan? Iemand in het echt leven had ook nog een naam Armstrong, al had ik net fout. Nou ja, de achternamen kan je delen. Zonder bloedverband te hebben. Marshall en Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshall and a US Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs. You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Ryan, no. I know what you're thinking, and just no. Colorado is in America. And America has these things called laws. Dus wacht, ik dacht ik wel deed net volgens de wet hier. Shit. Oh, wat? Bitch, ik ben een fucking cyborg lightning bolt. Hou je bek. Oh god, dat is een idioot. Die ik weet. Oh, is dit is dom. Dit is dom. Dus we kunnen dit alles doen omdat het niet in de regels staat, maar we kunnen niet in Colorado aanvallen omdat dat weer wel in de regels staat. We kunnen doen wat we willen, maar dit is een fucking lightning bolt. Ik weet al zo'n cyborg sterk. We zijn cyborg sterk zijn, maar nog steeds. We zijn, kom op. Jack, Ninja, Samurai, Cyborg, Bog, Ripper, Lightning Bolt zal je wel een lesje laten zien. God, super sane. Zo schijnt ook een boel ook op met onze rode ogen en met dit haar en ja, en ook een Kinecki. Ja. Yeah. Oh ja, dit is gewoon, weet je, dit is gewoon die arc waar Kinecki zijn geheugen heeft verloren. Nou, er komt zo te zien in Season 3 uit. En in Season 3 gaan ze doen dat Kinecki zo te zien zijn geheugen heeft verloren. En mensen vlees kan eten. Oh. Nou, dat zien we dan aan. Sorry, nee, geen mensenvlees, normale vlees kan eten. Wacht, maar hij is toch geen ghoul, toch? Ja. Maar ze hebben dus... Maar in Season 3 hebben ze een manier gevonden om uiteindelijk ghouls vlees te kunnen laten eten. Normale vlees. Dat moet ik dan even zien. Maar... Dat was ergens een artikel een tijdje terug. Ik hoop dat het geen neppe artikel is. Unbelievable. Wie was cool en cool, Tokyo Ghoul geschreven? Ik weet het niet. Sorry, gemaakt bedoel ik, geanimeerd. Ja, Studio Period, hetzelfde die naam die iets hebben gedaan. Ah, advocaat en gedeelte. Ja. Hey, het zijn de kinderen. Woe. Oh ja, er zijn zwarte mensen bij. Die moeten we redden, maar die paar witjes daar moeten we achterlaten. Ja, die witjes daar moeten we achterlaten natuurlijk. Voor social justice natuurlijk. Progressive. Oh, daar is die jongen. Oh shit. Wat is de gast die zijn gebruikt op de kinderen? Zei die net, chloroform. Ah, sorry. Wat is dat? Wel, zo te zien gaan ze dood. Ah, geweldig. Wat we nodig hadden. Het opensnijden betekent dood kind. Dit is 1 leven, dit is 13 levens. Maar beide zijn zo belangrijk. Well, George, are you sure? This is fucked up, you guys. This is messed
up, you guys? Zou ik hem nou neerschieten? Die jongen is best wel dapper, moet ik zeggen. Ja. Yeah. Motherfucker is klaar om te sterven als het betekent om al die andere vrienden van hem te redden. Ja. Yeah. Celmaatjes van hem te redden. Damn, son! Ik wil een woordgrap maken, maar ik kan niet bedenken. Kan niks bedenken wat het moet te maken hebben of iets met. Wacht, wat is er met George gebeurd? Is hij ook dood? Nee, hij leeft nog. Oh, gelukkig. We hebben gered. Maar ja, uniform. Ga je dat de hele tijd dragen? Zeg nee. Ja. Oh. Ik ben eigenlijk compleet vergeten dat ik het had. Oh, damn it, Jesse! Customized rijders lichaam, natuurlijk. Oh my. Eerst willen we natuurlijk zijn HP verhogen. Tuurlijk, dat is belangrijk. Je kan ook een paar vinden in ergens in die levels ook, hè? Ja, dat weet ik. Ik weet alleen waar ze zaten, dus. Nee. The fuck is the blade? Zo, maakt dat de zwaarde echt uit, of welke je gebruikt, of kan je ze gewoon allemaal upgraden en dan iets erbij krijgen? Je kan ze allemaal upgraden, alleen de zwaard, de ene Foxhound zwaard is wel sterker dan deze zwaard, dus nee. Mm-hmm. Ja, het maakt niet zoveel uit. Tuurlijk niet, je kan natuurlijk je spel uitspelen in die tijd. Is er ook nog eens een Game Mode Plus? Ja. Cool. En dan natuurlijk ook VR missions, hè? Ja. Ze gaan ook al upgrades daar naartoe naar de VR? Of heb je dat niet, of weet je dat niet? Dat weet ik niet. Ik denk het wel, maar ik weet het niet. Dus we zitten nu in Amerika. Ja. Yep. We fucking car met deze auto. Yeesh. En toen kwam IJsselstraat en wachtte iedereen op. Godverdomme. Zo, nu het over toch naar deze deel gaan, over nanomachines. Echt, rijden om wat nanomachines? Ik denk het wel. Check alleen zeker. Ninja brother. Nanomachines waarschijnlijk wat een levens met HP terughaalt. Ah, daar is nanomachines. Daar gaan we. Je kan niet meegaan, je kan niet mee sinds vermoorden. Natuurlijk niet. Zou je hem adopteren? Maar hij zit eigenlijk in de basis, onze basis van onze groep en zo. Zou je in zitten. Onze groep wil eigenlijk een officiële organisatie zijn later. Nou. Lijkt Fox aan. Die auto die daar net langs heet lijkt heel erg. Ding. Opvallend. Let even goed op. Ja, godverdomme, schiet me niet eerst neer. Nou, oh, dat is de politie uit. Hij schiet me eerst neer en daarna zegt. Ik verwachtte Nico niet. Weet wat ik verwachtte. Stoppen als we neerschieten. Het is wat ik verwachtte. Nico! Godverdomme, Ennis. Dus, de politie in Amerika heeft neergeschoten voordat je wordt gevraagd om over te geven. Godverdomme. Oké, ik ben klaar. Ik denk niet dat ik echt een kat ga nemen. Ik denk niet echt dat ik daar naartoe ga met een auto. Dank je. Het is wel heel racistisch en gemeen. In Amerika?
Ja, de politie. Natuurlijk heb je wel een goede agent en slechte agent. Ook een politie agent in Amerika, maar ze zijn wel agressief, ze spullen je sneller aan. Ja, hey, en dan het ding heel snel. Raiden heeft ook nog een barcode op zijn hoofd. Natuurlijk, hij wordt zelf dus vaak gekocht, toch? Wat een fucking ding van hem. Wel, de hoeveelheid battle points die je hebt uitgegeven, ik denk dat het best wel duur is. Like, echt zo creatures of kopen dan al die speelgoedjes van hem, van Raiden? En dan die figuurtjes. En weet je wat? En dan wanneer ze gaan scannen, gebruiken ze die barcode op zijn hoofd. Voor plaats van die doosjes die ze hebben. Motherfuckers, dat was mijn favoriete auto. Ach. Dat was mijn enige auto omdat het beste was. Military Cyborg, dit is 2 jaar later. Dit is 1 jaar geleden. Ik heb niet gedaan, je blies me gewoon op, stel eens je fucking shit. Het is wel een beetje later te laten zien dat ze eigenlijk ook een leven hebben en zulke dingen geen keuze hadden, maar ze zijn zulke klootzak hier van of we deze naar deze kut zien kijken. Ik bedoel. Nee. Is dan die politie als een noodtop? Nou ja, maar. Maar ik zou laten niet. De deze kut laten niet echt goed zien of ze mensen waren die echt niet veel keuze hadden en dit gewoon deden omdat ze geen andere baan konden hebben en zulke dingen. Ja. Ja. Dat is wat ze laten willen zien, maar hier laten ze dat niet goed zien. Hier laten ze gewoon zien dat ze klootzakken zijn. Ik weet wat Amerika is, maar ik vind het nog steeds. Ja, ik weet het. Niet elk Amerikaans is een klootzak. Ja, kom op man. Kijk naar de Sonic. Kijk naar de Sonic. De Carico Fast Charity. Ja. Of de Nintendo fan. Oh, wacht, niet zo blitz opgericht. Of Awesome Games dan Quick, dat is toch ook Amerikaans? Ja, maar dan, nu ik over nadenk, de Nintendo fan en die Sonic fan, Sonic fan was allemaal Brits. Nu ik over nadenk. Nou, het is bijna. Oh, Amerikanen wilden helpen! Dus daar heb je het. Ja, ik. Maakt niet uit, toch? Ja. Oh ja, ook niet van wanneer mensen gewoon door tweeën snijdt. Wacht eens even. Ik zag dat volgens mij goed achter je was een poster. Met de vrouw, met de naakte vrouw, hè? Oh, en ze hebben de volgende. Dat gaan we wel vinden. Daar is het, ja. Oh. Zie je het? Ik heb het gezien. Nee, ik bedoel niet jou, ik bedoel degene die het nu speelt. Zie je het? Stop zijn met filmen, dus daarom zag je dat. Met kut bedoel ik kat, niet kut. Ja. Heel veel kut. Als ik een kut zou laten zien op YouTube, dan zouden we gevallen zijn. YouTube hoeft niet, je hoeft het allemaal te pixeleren. Het is YouTube, hè. Ze zijn blind. Kijk, we zijn niet populair genoeg, dus dat kan niet. Zouden we gelijk gevallen worden. Als het populair zouden zijn, zouden we het toelaten. Zodat ze meer geld kunnen krijgen. Dat is een probleem met YouTube. Hashtag make YouTube great again. Make YouTube great again! Waarom wil Trump niet voor dat? Hij zou veel beter passen op YouTube. Trump, weet je wat Trump zou veel beter hebben gedaan als hij gewoon een YouTube-president zou worden? Precies! Weet je wat? We geven nu shit naar Trump, maar er zijn nog steeds veel domme politici in deze wereld. Hillary Clinton.
Trump's natuurlijk, degene in Zweden. Merkel die idioot in Duitsland. Ja. Geert Wilders. Yep. Oh god, dit is nooit een goede politici. Oh, ik weet niet, ze zijn wel wat, dat hebben we veranderd. Ik heb wat geschiedenis gekeken voor Nederland. Dat was de paarse tijd, noemen ze dat. Dat is wel interessant. Ik heb toch een loodje. Ja. Weet je wat, we hebben een paarse tijd in 2002 en het is van Purple Heart en heeft tegen ons de Nederlandse regering geleefd. Oh, wow. Oh, dat is cool, toch. Zo, daar heb je interesse in het spel. Maar niet naar dit kijken. Metal Gear Rising. PS3 en Steam. Ik wil, ik wil het al langer. Maar heb je interesse maar niet naar dit kijken? Ja. Wie al mensen van een meisje? Oké. Okay. En was het jouw snake? Dus ja. Goed. Zelf smaak in de stad. Goeie smaak, ja. Goeie smaak. Dacht er. De sushi is heel erg anders dan elke andere persoon. Bij zou het GTA? We hebben iets zou het. We hebben iets wat we gemeen hebben. Bij sushi ook. Ja. Alleen. Zou het GTA? Ik wil een RPG. Ja. Eens je wilt LSD simulator. Ik wil. Ja, ik wil alles. Ik wou wie. Oh, ze wilt LSD simulator. Ze kan toch even simuleren? Ja. Zij wilt meer LSD simulator. Ik weet niet waarom ze dat leuk vindt. Het laat alleen aan de tijd dat zij aan LSD zat. Want ze heeft bier gedronken. Maar bier is niet LSD. Ze heeft stiekem bier gestolen en gedronken. En hoe voelde ze? Weet het niet, iedereen sliep. En is het ons ook eens gekeken toen ze heel klein was, dan had ze van bier van oom André gestolen. En ze was fucking dronken. Bier is niet iets voor kleine kinderen, zoals je ziet. Nee, ze worden heel makkelijk dronken bij de eerste peter. Kleine Jessie gaf geen shit. Jij bent de ene persoon die niet high wordt wanneer je gewoon een beetje olie in de biet olie neemt. Nee, ik bedoel van Jessie gaf geen shit toen ze dronken was, lijkt het pas normaal voor hem.